Ik denk dat deze film gemaakt moet worden omdat er 1,5 tot 2 miljoen mensen met Indische roots hier in Nederland rondlopen. Die vrij weinig tot niets weten over Nederlands-Indië en de geschiedenis die daarbij hoort. Steeds meer jongeren uit de derde en vierde generatie van Nederlands-Indische komaf doen onderzoek naar hun familieverleden. In hun bestaan voelen ze zich op verschillende manieren onvolledig in het leven staan door het stilzwijgen van belangrijke gebeurtenissen in de levensloop van hun ouders en voorouders. De documentaire Indisch Zwijgen vertelt dit verhaal. Indisch zwijgen is voor mij het zwijgen in Nederlands-Indische gemeenschappen over het verleden, wat vaak ook traumatisch is geweest. Dus veel Indische mensen die de overtocht hebben gemaakt naar Nederland, die hebben heel veel verschrikkelijke dingen daarmee gemaakt. En die hebben hun verhalen vaak niet kunnen delen toen ze hier in Nederland zijn. En hebben in hun eigen families daar vaak ook over gezwegen. Het zijn niet alleen maar nare verhalen, maar het zijn wel veelal nare verhalen. Het zijn vaak toch de dingen waar ze niet over willen hebben. Dus tijdens de Japanse bezetting, tijdens de periode van de Indonesische bevrijding. Er zijn heel veel dingen gebeurd die voor heel veel kanten heel erg naar waren. En daar heeft men toch wat aan overgehouden wat men niet meer wilde delen. En dat is dat zwijgen. Maar een ander iets is ook dat er in Nederland toentertijd heel weinig ruimte was voor hun verhalen. De Tweede Wereldoorlog was net geweest, heropbouw. Toen die mensen met een bruine huidskleur hier in Nederland kwamen, was er niet heel veel ruimte om hun verhaal ook te horen. En hadden heel veel Indische mensen heel erg het idee van, oh, we moeten zo snel mogelijk integreren, zo Nederlands mogelijk worden. Dus laten we die geschiedenis uit Nederlands-Indië achter ons laten. Ja, iemand uit de film Mee Oele, die heeft letterlijk paniekaanvallen en angstaanvallen. En een psycholoog die heeft haar gezegd dat dat echt komt doordat haar opa bepaalde trauma's heeft die hij nooit verwerkt heeft. Dus het is ook daadwerkelijk iets wat in de psychologie nu gediagnosticeerd is. Dat heet intergenerationeel trauma. En dat betekent dus echt dat trauma's doorgegeven kunnen worden van grootouder op vader naar kind. Of grootmoeder op moeder op kind. Zodat dat via generaties door kan. En dat kan natuurlijk in de opvoeding zitten. Maar mensen denken dat ook zelfs dat dat nu op genetisch niveau is. En kan men dan daardoor wat minder goed functioneren? En functioneert men beter als men die verhalen achteraf misschien wel hoort? Zeker, dat is wat ik hoop en dat is ook waarom ik de film heb gemaakt. Is dat bij mij hebben kunnen zien dat door dat te onderzoeken, door erover te praten met andere mensen, dat zij heel veel troost heeft ervaren. En dat ze die pijn die ze voelde, dat ze die meer achter zich kan laten en daar beter mee om kan gaan. Dus ik denk zeker dat het delen en met elkaar er wel over praten, dat het helpt. En je ziet dat ook bij vertoningen van de film, dat soms mensen echt in tranen uitbarsten en zeggen, eindelijk wordt mijn verhaal verteld, eindelijk wordt mijn emotie gedeeld. En dat kan echt een opluchting zijn. Wie heb ik voor me? Leon Kempees. En wat doet Leon in het dagelijks leven? Ik werk als coach en als trainer. Oké. Ja, zelfstandig ondernemen. Ik heb begrepen dat jij de organisatie hebt gehad om deze film deze kant op te sturen en Sven ook uit te nodigen hiervoor. Klopt. Waarom? Nou, ik ben al nu een tijdje ben ik me aan het verdiepen in mijn Indische achtergrond. Hè? Dus die van mijn vader, die van mijn opa en oma. En de laatste jaren blijf ik terugkomen op het Indische thema. En continu blijf ik werken met mensen met een Indische achtergrond. En toen ik zag dat deze film uitkwam, had ik zoiets van, hé, maar dit moet ook in Twente komen. Hè? Het liefst naar Almelo toe. Omdat voor mijn gevoel is er te weinig aanwezig nog in Twente. En daar wil ik meer aandacht op brengen. En juist willen delen met iedereen. Is het geleden onder of gestreden voor wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stromen? Waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen. Ik vind het belangrijk dat deze film wordt gemaakt om een nieuwe invulling te geven aan de Indische identiteit en om het zwijgen eindelijk te doorbreken. En weer uit te kunnen dragen en trots te kunnen zijn op het Indisch zijn vandaag de dag.